Vanaf de start was het al een tactische beslissing om te bepalen waar je van de lijn af gaat. En dat ging bij ons, hadden we een goede positie en kwamen we helaas net iets wat minder goed weg. En toen zeker bovenaan bij het wat, toen was het echt heel tactisch varen. Het was de wind iets constanter en toen kon je echt met verschillende klapjes kon je toch wel wat winnen. Ja. Niet zo spectaculair helaas. We hebben heel erg gedobberd en het eerste stuk ging op zich nog wel redelijk onder spie. En er was op zich nog wel redelijke wind. En toen kwamen we bij de vuurtoren en het was helemaal... Toen kwamen we zeggen bij de VC-boei helemaal, was helemaal niks meer. Dus dat was echt heel jammer. Dus ja, helaas zijn we teruggestuurd. Dus hebben we niet gehaald. We zijn heel erg blij met onze prestatie, denk ik. We hebben nog niet zo vaak samen gevaren. Zij heeft de afgelopen 4 jaar niet eens gezeild. Dus wat dat betreft was het heel mooi om samen als team, maar ook als partners, het rondje eens een keer te doen. En te volbrengen in deze super moeilijke omstandigheden voor iedereen. We proberen ook af en toe gewoon even een momentje om spanning te nemen. Gewoon leuke sfeer aan boord, gezellig. Het zijn altijd momenten dat je iets verliest, altijd momenten dat je wat wint. Dus je weet dat en het rondje duurt lang. Dat weet je van tevoren. Dus ja, ik denk dat we dat, de sfeer goed aan boord hebben gehouden, dat heeft geholpen. Het eerste stukje hebben we teruggezet, maar er was geen wind. We hebben ook gelopen en gepaddeld en nou ja, van alles en nog wat. Maar ja, ik denk nog een stukje gesleept zelf. Toen kwam er weer wind. Toen draaide hij weer. En het laatste stukje weer gesleept. Dus nou ja, van allerlei mogelijkheden bedacht om terug te komen naar de kant. Op een gegeven moment wisten we dat bij de VC-boei, toen waren er nog maar 10 bootjes over. Die net aan de goede kant van de stroom zaten. Die door de stroom mee werden genomen de goede kant op. En toen wisten we eigenlijk dat de wedstrijd weer helemaal opnieuw begon daar. En we lagen toen heel goed. We zijn eigenlijk als eerste de VC-boei gerond. Wat best wel opmerkelijk is voor zo'n wat kleiner bootje. Maar toen begon de wedstrijd weer overnieuw. En het was heel licht, dus iedereen die maar een klein vlaagje had, die kon daar het verschil maken. En daar hebben wij helaas wat verloren, dus dat is jammer. Maar we zijn heel blij met hoe we gevaren hebben. We hebben echt voor iedere centimeter geknokt, vanaf de start al. En wat een bizar rondje. We lagen echt nog in de pack bij de vuurtoren. We zagen die topbootjes best wel ver voor ons uit. Maar daarna werd het wel echt een tactisch spel. Hè? We konden daarna grijpjes maken. We zochten daarna iedere keer dat kantje op. En vervolgens die gate bij de vlakte van Kerken. En toen zag je dat we hadden goede snelheid. En we probeerden echt de shifts te pakken. Het water te lezen. Je zag overal die windbanen lopen. Ja, we hebben gewoon heel tactisch daarop gevaren.